Jij hebt dezelfde kansen als ik. Iedereen in Nederland heeft dezelfde kans om iets van haar of zijn leven te maken. En als je faalt, dan is dat je eigen schuld, toch? Want wat als je pas op je vierde Nederlands leert en je daardoor met een achterstand aan de basisschool begint? Als kinderen van huis komen en helemaal niet naar de voorschool zijn geweest, dan merk je dat die vaak een achterstand hebben op taalgebied. Kinderen uit gezinnen waar het juist heel hard nodig is. En wat als jouw ouders geen geld hebben voor bijles en de rest van de klas wel bijgespijkerd wordt voor het CITO-toets of je tentamen Frans? Dan ben je gewoon sjaak. Dan sta je eigenlijk al 2-0 achter en dan kan je geen kant meer op. En die achterstand neemt alleen maar toe omdat je zeg maar elke week dan steken laat vallen bij bijvoorbeeld wiskunde. En aan het eind van het jaar snap je er nog steeds geen ene hol van. En wat te denken van al die kinderen, die honderden, zelfs duizenden kinderen, die elke dag naar huis worden gestuurd, simpelweg omdat er geen leraar te vinden is. Dus ik zie dat die goede collega's vaak worden weggetrokken naar de onderwijsperiferie. Ze worden gevraagd door methodeontwikkelaars om leraren te gaan coachen, om te gaan werken bij een onderwijsadviesbureau en meer van dat soort dingen. Want daar wordt hun expertise wel gezien en wel gewaardeerd. Deze week komt ons onderwijs in actie. En dat doen ze niet zomaar, want het is crisis. Een crisis die bovendien hele ernstige gevolgen heeft voor de gelijke kansenmotor die ons onderwijs zou moeten zijn. Daarom doen wij 10 voorstellen die zorgen voor gelijke kansen, een heel leven lang. Dus check onze voorstellen en vooral de mensen voor wie we dat doen. Wil je meer weten? Lees hier ons initiatief.